Over de kleine 2 uur begint in het provinciehuis een debat over het beoogde aanmeldcentrum van het COA bij Bant. En dat debat wordt gevolgd door verslaggever Arend Dubbelboer. We zagen hem de afgelopen dagen al. Arend, goedemiddag. Goedemiddag. Met hem blikken we natuurlijk alvast vooruit. Wat willen de politici weten eigenlijk? Ja, kort samengevat willen ze gewoon weten van wat wist de provincie, wat weet de provincie. Ja, en wat is de rol geweest van de provincie en ook van de commissaris van de Koning Leen Verbeek bij de totstandkoming van zo'n aanmeldcentrum, hè, dat nu gepland staat bij Bant, naast het AZC van Luttergeest. Ja, en dat is eigenlijk gewoon kort samengevat de vraag. Wat is er nou precies gebeurd in de afgelopen weken? Gaat het dan specifiek om de commissaris? Ja en nee. Het gaat natuurlijk ook over welke rol heeft de provincie gespeeld. Maar de naam van de commissaris van de Koning, die komt al iedere keer weer terug. Die komt iedere keer weer naar voren. Want de commissaris van de Koning is ook als rijksheer naar Noordoostpolder gegaan. Heeft daar gesproken met de gemeenteraad van Noordoostpolder en ook met het college van burgemeester en wethouders daar. En als commissaris van de Koning vertegenwoordigt hij de provincie Flevoland. Maar als rijksheer is hij de vertegenwoordiger van de Rijksoverheid. Hè? Vandaar ook de naam rijksheer. En ja, wat je nu wel merkt is dat de mensen in de Provinciale Staten toch ook wel even willen weten van, ja, wat is er nou precies gedaan? Wat heeft de commissaris van de Koning, schuine streep rijksheer, nou precies gedaan daar in Noordoostpolder? De ChristenUnie bijvoorbeeld, die heeft ook al vragen gesteld over, kan Leen Verbeek dan ook geheimhouding opleggen als hij daar als rijksheer langs gaat? Nou ja, dat zijn dus de vragen die ze vandaag hebben aan de commissaris van de Koning. Zei het niet dat de commissaris van de Koning zelf niet aanwezig is. Nee. Hij zit in het buitenland. Een woordvoerder van de provincie laat wel weten dat er gekeken is om hem snel terug naar Nederland te halen. Dat is niet gelukt. Betekent niet dat het debat niet doorgaat. Dat gaat gewoon door. De loco-commissaris van de Koning gaat het woord voeren. Hè. Dat is een gedeputeerde die dan de rol van de commissaris overneemt. En die kan ook de vragen beantwoorden die zijn gesteld aan de commissaris als rijksheer. Want ook de loco-commissaris, er zijn een heleboel woorden achter elkaar, die mag daar vanavond vanmiddag ook antwoord op geven. Ja, het wordt allemaal niet makkelijker, hè? Met al die stuivertje wisselen. Inderdaad. Gisteren kwam natuurlijk het nieuws naar buiten dat de raadsleden van Noordoostpolder zich gechanteerd voelen, hè, door Leen Verbeek. Omdat hij gesuggereerd zou hebben van, nou goed, die lobby voor de ledenlijn zou wel eens in gevaar kunnen komen als dat aanmeldcentrum er niet komt. Hè, als er niet wordt ingestemd met die plannen van het COA. Heeft de commissaris van de Koning, of de rijksheer dan, daar al op gereageerd? Nee, het blijft nog steeds stil bij de commissaris van de Koning. Ik heb nu wel een reactie gekregen van de woordvoerder van de commissaris. En die zegt ook dat de commissaris van de Koning dus eerst in gesprek wil met Provinciale Staten en daarna een verdere toelichting wil gaan geven. Ja, dat gaat dus vandaag niet gebeuren, want de commissaris van de Koning is daar niet bij aanwezig. Er wordt wel gekeken of er dan een extra vergadering ingelast kan gaan worden. Dat zou dan volgende week woensdag zijn. Het reces gaat natuurlijk in, dus dan moet het toch even kijken of er nog een vergadering kan komen. En dan wil hij dus zelf met Provinciale Staten gaan praten over wat er allemaal gebeurd is. Ik heb wel een reactie gekregen van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Want ik heb ook aan hen gevraagd van, heeft de rijksheer Verbeek de opdracht gekregen om de lobby om van de lelielijn te koppelen aan de komst van het aanmeldcentrum van het COA bij Bant? Nou, ik krijg direct een hele ferme nee als antwoord terug. En verder krijg ik ook nog eens een letterlijke reactie. We gaan verder niet in op gesprekken tussen de commissaris van de Koning en de gemeente. Dat is niet aan ons. Ja, het woord rijksheer is eigenlijk opvallend genoeg hier dus eigenlijk ook alweer veranderd naar de commissaris van de Koning. Ze weten zelf ook eigenlijk niet welke rol speelt. De minister heeft het aangegeven aan de rijksheer. En de rijksheer die moest dat doorgeven natuurlijk naar provincie. Maar wat de commissaris aan de gemeente doorgeeft, dat is weer een ander traject. Ja, en daar gaat dus in ieder geval het ministerie dus nu niet op reageren. Die laten het tussen Leen Verbeek in welke functie hebben weer zaken te doen met de rijksheer. En daar gaat het weer dan in sommige gevallen weer niet over. Precies. Heeft u gezegd als rijksheer? Heeft u nou gezegd als commissaris van de Koning? Nou, het is ook wel verwarrend, hè, natuurlijk. Ja, het gaat er dus nu om. Wat heeft de heer Verbeek, om het allemaal zo even te zeggen, nou precies gedaan? En daar willen in ieder geval een heleboel partijen nu wel antwoorden op krijgen. Goed. Arend Dubbelboer, dankjewel. Jij blijft natuurlijk dit verhaal voor ons volgen. We praten ook over de kwestie door met hoogleraar bestuurskunde Michiel de Vries van de Radboud Universiteit. Meneer de Vries, goedemiddag. Goedemiddag. De manier waarop de commissaris van de Koning, die rijksheer dan in dit geval, heeft gehandeld. Wat vindt u daarvan? Ja, allereerst dat onderscheid tussen commissaris van de Koning en rijksheer is puur symboliek. Juridisch is er niet zoiets als een rijksheer. Het is gewoon een historische term
die nu weer eerst door de commissaris van de Koning van Gelderland naar boven is gehaald en nu door de commissaris van de Koning in Flevoland. Maar het zegt niks. Het is gewoon de commissaris van de Koning en verder niets. Maar het lijkt er wel een beetje op alsof het ministerie zich daar wat achter verschuilt. Van ja, wij hebben zaken te doen met de Rijksheer en niet zozeer nu in dit geval met de commissaris van de Koning. Ja, maar weet je wat het is? Als je een aanwijzing wil geven aan een gemeente dat ze een asielzoekerscentrum moeten huisvesten, dan staat er gewoon in de wet dat je eerst overleg voert met de burgemeester en wethouders en met de gemeenteraad van die gemeente. En niet dat je eerst die aanwijzing geeft en achteraf nog een keer gaat praten met die mensen. En ook nog zonder ze van tevoren te informeren. En dan ook nog te doen alsof het gewoon een bevel is. Alsof je regentesk een bevel kunt geven aan de gemeente. En nu gaan jullie dat doen. Ik noem dat niet echt open overleg. Nee. Wat zegt het eigenlijk allemaal meer over de handelswijze van Leen Verbeek? Maar kijk, beleid moet effectief zijn. Je moet je doelen willen kunnen bereiken. Het moet efficiënt zijn. Het moet betaalbaar zijn. En dat zal in dit geval best het geval zijn. Maar het moet ook nog een keer houdbaar beargumenteerd zijn. En aanvaardbaar voor de betrokkenen. In dit geval de gemeente. Luttelgeest, Band, de inwoners daarvan. En dat laatste, daar ontbreekt het nu totaal aan. En wat dat betreft schiet zo'n commissaris zich in zijn eigen been. Want hij maakt het alleen maar moeilijker. Je krijgt weerstand. Je krijgt moties in de Tweede Kamer. Je krijgt protesten. We hebben het met de boeren precies hetzelfde gezien. Eerst een besluit nemen en dan pas overleggen is de omgekeerde gang van zaken. Ja, kan het nog gevolgen hebben voor zijn positie? Nou, dat is in eerste instantie aan de minister natuurlijk om dat te bepalen. Want hij is in dienst van het Rijk. Ja. En als zodanig, hij is niet verantwoording verschuldigd aan de Provinciale Staten. Nee. Maar als de Provinciale Staten en masse zeggen van: meneer de commissaris van de Koning, wat u gedaan heeft, dat bevalt ons helemaal niet. En dat leidt dan tot een motie van treurnis, een motie van wantrouwen, et cetera. Ja, dan zal de minister toch even achter zijn oren krabben van: wat moet ik hiermee? Ja, want als klap op de vuurpijl zeggen meerdere bronnen tegen ons dat ze zich gechanteerd voelen door de commissaris. Die lelielijn die gebruikt hij dan als pressiemiddel. Ja, en dat is dus typisch on-Nederlands. Wat we doen, we polderen, we overleggen. We zeggen van: dit zijn plannen. Wat vinden jullie daarvan? Onder wat voor voorwaarden zouden jullie daarmee in kunnen stemmen? Moet daar extra geld? Moet daar beveiliging? Moet daar beter regelgeving voor het openbaar vervoer? Moet daar dingen gebeuren om te voorkomen wat we in Ter Apel allemaal zien? Ja, het had eigenlijk veel transparanter. En dan overleg je, dan kom je tot een compromis. En dan zeg je van: nou, hier kunnen wij ons in vinden. Ja. Dat is iets anders dan te zeggen: dit gaat er gebeuren. En als jullie niet luisteren, dan zullen jullie allemaal kwalijke dingen overkomen. Zoals geen lelielijn, geen dit, geen dat. En dan maken we jullie het leven zuur. Zo ga je als bestuurders niet met elkaar om. Hoe had de commissaris van de Koning of de Rijksheer, nou goed, u zegt net dat het allebei hetzelfde, dat dan wel aan moeten pakken? Hij had een plan moeten maken. Met dat plan naar de gemeente moeten gaan. Zeggen: wat vinden jullie hiervan? Kunnen we hierover overleggen? Hebben jullie toevoegingen? Willen jullie veranderingen in dit plan? Willen jullie zekerheden? Willen jullie een maximum aantal asielzoekers? Willen jullie zekerheden voor het openbaar vervoer, voor de winkelcentra? Want dat zijn allemaal dingen die in Ter Apel heel ernstig mis zijn gegaan met dat asielzoekerscentrum. Mm-hmm. En dan kun je gezamenlijk zeggen van: nou, en nu komen wij tot een beslissing. En dat wordt het. Maar dat is niet eerst een beslissing nemen, dan pas een plan van hoe gaan we dat inrichten en dan pas overleggen met die gemeente. Zo werkt het niet. Dan krijg je gewoon weerstand. Je roept je eigen chaos op. Maar in dit geval, het leed lijkt al geschied. Heeft u nog een advies voor de commissaris? Hoe die dit nu verder moet aanpakken of hoe die hier een reactie op zou moeten geven? Even weer bij point zero teruggaan. Even weer teruggaan. Kan dat nog? Is dat niet te laat? Alles wat er tot nu toe gebeurd is vertrouwelijk. Het enige wat ik heb gehoord komt uit de media. Ja. Van Omroep Flevoland, van de Stentor, noem het allemaal maar op. Ja. Openheid is het eerste. Absolute openheid. Wat is er gebeurd? Waarom is het zo gebeurd? Wat is er gedaan? En wat verwachten we nu van elkaar? Hartelijk dank, Michiel de Vries, hoogleraar bestuurskunde aan de Radboud Universiteit.